aankomen. Wij hebben een budget van 500.000. En dat kan ik u zo voorrekenen, dat is 10 maal het minimumloon. Dat is 3,5 ton, dan hebben we nog 1,5 ton voor onkosten. En dat is ook de reden waarom we een klein programma moeten rijden. De jongens die rijden natuurlijk in Nederland, kunnen we praktisch alle wedstrijden rijden. Daar hebben ze allemaal de startgeld en de prijzengeld. Ga dat erbij tellen, dan zitten ze toch gauw aan een heel leuk inkomen. Je bent niet wakker genoeg in de koers. De koers is niet alleen ik rij voor de overwinning, of alleen ik rij voor de 44ste plaats of voor de 20ste plaats. Je moet uw werk doen als beroepsrenner, zien, daar is publiciteit en dan moet je op inhaken. En dat moet ik eerlijk zeggen, dat zie ik wel eens ook te weinig bij jullie, want dan denk ik, godverdorie, je bent profielrenner, het is een beroep van me. He? En dan moet je uithalen wat je kunt. En met gemakzucht bouw de nood geen zaak op, en met gemakzucht zal de nood geen coureur worden. Want dan vergeet het maar. Want dat je denkt, ik hoef enkel met een mooie jongen te zijn en af en toe een keer in beeld, dan ben je er niet mee. Jos Heelen. Ik ben toch een jongen die alles nog in doet, maar je mist iets. Het vuur. Jij moet fanatieker zijn en je moet denken, en dan hoop ik dat er volgend jaar nog veel erin zit. Je bent een bungalow aan het bouwen, je gaat trouwen. Misschien is daar een rijden voor u, dat het wat fanatieker wordt, want dat je dan weet. Eerst heb je maar dat in ieder geval. Ik heb het net al gehoord, hij is bezig met een bungalow te bouwen. Wij hadden dat liever niet gezien. Wij hebben gezegd, begint daarmee als het seizoen afgelopen is. Want je gaat wij natuurlijk toch automatisch, je bent iets aan het bouwen voor je leven. En daar gaan we concentratie natuurlijk een hele naartoe. En ik denk dat dat bij hem wel het geval is, dat zijn concentratie terug is gelopen. En nou, toen kwam je nog even mee een geintje. Ja, ik heb er zelf nog niet veel aan gedaan, maar je bent er toch wel een beetje mee bezig natuurlijk. Maar niet mee meehelpen of zo, daar niet, maar je bent er toch wel eigenlijk mee bezig. Ja, ik kan me voorstellen, dames en heren, dat is de spanning weer aan. Dan is het misschien leuk om met je kind te zijn. Dat kan het wel worden. Wat dienen jouw jongens op bij de start van zo'n criterium? Nou, dat is het verschil. Als men presteert in het voorjaar en men zet prestaties neer, ze beginnen met 250 gulden. En er zijn er bij 350, 400. Dat loopt dan op naar vanaf wat dus, de prestaties zijn. Laten we Corné van Rijen nemen, wat krijgt hij? Die krijgt momenteel 400 gulden. En laten we eens Rooks of Teunissen nemen, wat krijgen die, denk je? Nou, dat durf ik moeilijk te zeggen, want ja, die hebben toch de Tour gereden, maar ik denk toch onderbij ongeveer 8.000-9.000 gulden. Dat is een verschil, hè? Het is een verschil, maar bij ons krijgen ze de kans om dat verschil kleiner te maken. Dus ze moeten maar fietsen. Het is om de karakter. En de karakter die hebben jullie, en je wil vechten, en dat is heel voornaam. Daarvoor hebben we voor jullie nou ook allemaal de premie meegebracht. En die wou ik even overhandigen. En dan kunnen we vanavond naar de koers van alles voor het, hè? Naar de disco of zo. Pauwjes. Alsjeblieft. Prangers. Ja, dat dacht ik wel. Dankjewel. Mag ik wat vragen? Ja. Met de hele vergadering gehad. Je hebt zo'n envelop gekregen net. Ja. Wat zat daarin? Ja, ik weet niet. Ga ik thuis even natellen. Laat zien. Moet het echt zien. Wat is een witte envelop ziek? De inhoud, daar gaat het om. Oh nee, dat hou ik voor mezelf. Moet ik dan denken in 1000 gulden of in 100 gulden? Ja. Ze kunnen er een leuk weekje van weg, laat ik het zo zeggen. Dus als ze zeggen van ik wil een weekje vakantie nemen.